Het is vrijdagmorgen, 6 augustus. Gisteravond is Bert Den Elsten gedisqualificeerd bij het paalzitten op het Bolle Olifantplein. Bert, kun jij uitleggen wat er gisteravond misging? Nou ja, eigenlijk ging helemaal niets mis, was hartstikke gezellig. Ging van alles mis. Ja. Een hele gezellige avond vol terras met elkaar naar die 100 uur toe. We hadden met elkaar aangegeven van dat is een moment dat champagne getrokken gaat worden. Nou, de bokkies stonden gepland. Mocht ik eraf, een kwartiertje. Dan zou ik daarna tot 12 uur een kwartier overhouden. En ik ben er afgegaan en Mattel zegt, wat ga je doen? Ik zit nou even lekker op het terras, even polonaise lopen of zo. En die was helemaal niet van plan om eraf te gaan. Die zegt, zet die ladder neer, ik ga er nu ook af. Dus die heeft 10 minuten gepakt. Dat weet je niks trouwens. Ik heb het aangekruist. Nee, ik heb meteen mijn paalbaas alvast. Paalbaas 2 wist. Ja, die wist het ook niet. Nee, die wist het ook niet. Ze zegt, Mattel, we gaan polonaise lopen. Dus waar je alle twee eraf. En Mattel die liep al naar voren toe. En eigenlijk ging het al de voorraad bijna mis. Want ik liep meteen naar de truc van de bokjes toe om ze even een hand te geven. En nog net op het randje van het terras aflopen. Ik mag niet van het terras af. En er zat een kopje daar aan de linkerkant in die lage stoeltjes. En ik vroeg wat, dus ik ben ernaast gaan zitten. En hoeveel minuten mag je eraf? Nou, heel verhaal. Biertje erbij, gezellig zitten. En hoe werkt het dan? Dan zit de pieper nog aan de zakken. Kijk, hier zus. Kijk, ik heb nou nog 6 minuten. En als die afgaat, moet ik op een paal zitten. Dan zit ik wat dingen in mijn zak. En ik blijf gewoon lekker door kletsen. En op een enig moment, piep, zet er een, je pieper gaat af. Dus mijn pieper gaat af. Dus mijn biertje gepakt, mijn sikje meegenomen. En meteen was een gek van. Maar al die mensen waar ik langs liep, allemaal, daar gaat de pieper af, daar gaat de pieper af. Ik denk ook met iedereen. Nou, heel snel naar die paal toe, biertje op het randje neergezet. Ik moest eerst nog een trap pakken, want dat stond ook niet tegen mijn ding aan, dus dat ging ook wel fout. Ik snel naar boven toe, nou dat ging al mis, want ik miste volgens mij een trainer. Ik kwam nog bijna van die trap af. En ik zag in mijn ooghoeken, zag ik Gerard en Fred al naar elkaar toe lopen. Ik denk, net doen we van niks aan de hand, is lekker gaan zitten. Dus ik ben gaan zitten, ik heb de trap laten vallen en nou jongens, ik zit goed. Freddy Scheffer, eigenaar Bolle Olifant, organisator paalzitten. Regels en regels? Ja, daar kunnen we in principe heel kort aan zijn. En, het is uiteindelijk toch een wedstrijd wat niet wegneemt, dat het wel heel onverwacht was. En ik zat diverse keren al voorafgaand aan de wedstrijd zat gezegd dat ik daar toch wel streng op wilde zijn. Nee, je moet het verhaal misschien even anders vertellen. Want Ik moet het anders vertellen. Maar kijk, je hebt natuurlijk de wet van Fred. En daar ga je eigenlijk heel makkelijk mee om. En ik liep natuurlijk al vanaf dinsdag al te zeuren van, joh, Fred, let op. Ja, dat bedoel ik. Ze trekken aan alle kanten de trekkers de regels en we zijn wel met de competitie bezig. Dat bedoel ik een beetje. Het is dat hij heeft bijvoorbeeld zelfs nog twee mensen gewaarschuwd van, let op, je moet eruit zijn. En, ja, want Bert was zelf scherp op de regels. Bert was zelf super scherp op de regels, maar dat wat niet wegneemt. Kijk, als hij nou op die ladder gaat, en daar moet ik wel heel eerlijk in zijn, en hij had een seconde pieper was gegaan en hij had zijn voet in dat ding gezet, ja, dan ga je niet moeilijk doen. Maar dit was gewoon overduidelijk, alhoewel ik het zelf niet gezien heb. Ik kon gewoon niet anders. Als ik dit niet had gedaan, dan is de wedstrijd Daar heb je het over 1 seconde, maar toen je naar boven liep en vroeg van waar ging jouw pieper af, was dat hier op het laatste stukje, dus vanaf het moment dat je de pieper op de koelkast plakt. En dat had misschien die 1 seconde, dat had voor Fred misschien nog wat. Ik heb er ook afgehaald. De score is boven die paal. Maar je vroeg waar die afgegaan was. Dat heb ik wel even gevraagd. Ja. Ik denk, nou, dan kan ik gewoon liegen, maar iedereen had gehoord dat daar vandaan die pieper al afging. Dus ik ben het hele terras over geweest. Maar nou, daar was hij ook wel heel eerlijk in. Ja, op een gegeven moment dan kom je met zo'n situatie, ik was daar niet op voorbereid. Nog met Gerard dan afleggen. Wat doen we hier dan mee? Ja, 2 dingen. Oké, door de vingers zien. Maar dan kom je niet meer geloofwaardig over. Want als de volgende keer wat doet, En tenslotte is het toch een wedstrijd. Het is een goede doel, dat weet ik allemaal. Ja, je krijgt het hele terras over je heen natuurlijk. Maar ik denk, dat moet dan maar. Hey Bert, ik zie je nu weer lachen. Ben je over de teleurstelling heen? We hebben grootste ruzie samen. Daarom zit er zit al... gisteravond in principe al. Omdat je nou gewoon reëel moet zijn. De realiteit heb ik, of het nu met dit is of met andere zaken, ik probeer dingen altijd van verschillende kanten te benaderen en uiteindelijk daar iets zelf over te vinden. En ik ben gewoon stom geweest, ik ben teleurgesteld in mezelf daarin. En voor de rest ga ik gewoon weer over tot de orde van de dag en blijf ik gewoon niet bij de festijn lopen. En Fred heeft daar heel handig direct op ingespeeld, want hij weet ook hoe ik in elkaar zit. Door meteen te vragen van, goh, zou jij paalbaas 3 willen zijn?
Dus ik heb wel gezegd van ik haal liever die baas ertussenuit en gewoon paal 3. Maar goed, dat ging niet. Nee, ik ben erin berust. Martel. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, er zijn er nog maar 4 over. Ja. Biedt dat perspectieven? Of aan de ene kant natuurlijk wel. Want degene waar ik eigenlijk het hardste hoofd in had, die is een beetje sneuig manier is die gedisqualificeerd. Wel rechtvaardig. Eigen fout, hè? Was te laat, hè? Om op te letten. Ja. Zijn klokje liep af en hij zat er nog. Ja. Dat had hij niet moeten doen. Morgen, Jennifer. Ik hoor net van je buurman dat je niet gaat winnen. Ja, daar lach je om? Ja hoor. We zullen wel zien wie er wint. Ik ga niet lopen schreeuwen van ik ga winnen. Het gaat uiteindelijk toch om het goed doen dat we het meeste geld in zamen. Gewoon zoveel mogelijk geld in zamen. Maar je zit nog wel lekker. Ja, heerlijk. Ik wil natuurlijk wel winnen, dat zeg ik niet. Maar ik ga niet lopen zeggen van ik ga winnen.